Het Volendamse duo Lick en Simon staat garant voor vele met goud bekroonde hits. En het nummer Lippen op de Mijnen behoort tot een van deze successen. Ralf doet er op de schaatsen vast zijn voordeel mee. Samen met zijn partner Ellie is hier Ralf! De allereerste zomerdag, de allermooiste oogopslag. Je haren dansten in de wind, je draaide om, ik ben verdwenen. Wauw! Nou, jullie doen het programma wel echt eer aan als het gaat om sterren dansen op het ijs. Want je danste echt, Ralf, hè? Wauw! Dank je. Heb je goed gevoeld erbij? We hadden deze week echt heel veel moeite met het tempo van het nummer. Want om crossovers en van alles op te doen, was heel moeilijk voor ons. Alleen, we hebben er ons, ik denk wel, goed doorheen geslagen, gelukkig. Goed, ik zie dat het bekende kuiken ook weer op het ijs ligt. Maar we gaan nu even kijken naar jullie. En wat ik me net eigenlijk afvroeg, Ralf, sprong je dat daarna, was dat een axel of was dat... Dat was een, hoe heet je, what's the jump called again? A flip jump. Een flip jump. Nou, dat was echt een goed geflipt, zou ik zeggen. Ja. Kijk, daar komt hij. Hup. Ja, je moet om je as heen. Wauw. Wat knap, jongen. We hebben er enorm van genoten. Als ik je kleding zou zien, dan kan je zo meedoen met de toppers, als het zou moeten. Glitter en glamour. Bevalt je dat? Ik vind het wel grappig, mijn ster hier op mijn rug, hier zo. Ster op je rug, ja, mooi gedaan. Ja, en ik moet je zeggen, zij ziet er ook prachtig uit, zoals altijd weer. En, compliment aan de styling dus. Ja, vind ik ook. Applaus voor de styling, dames en heren. Want zij werken zich letterlijk en figuurlijk ook achter de schermen uit de naad. Nou, als jullie vast naar Nens gaan, dan ga ik even kijken of ik wat leuke dieren voor jullie bij elkaar kan sprokkelen. Is dat oké? Oké. Ja, Ralf, het barst van de teddybeer inmiddels. Kom lekker. Wilde je wegrennen heel hard? Dacht het niet, hè? Nee. Kijk, Gerard is aan het verzamelen. Dat doet hij goed. Ja. Ralf, even een klein vraagje van mijn kant. Want ik zag Ellie al een hele mooie pirouette maken. Tenminste, zo noem je dat. En jij neigt naar bijna een pirouette, maar hij komt dan net niet. Dan denk ik, zit hij er al in? En verstop je hem nog voor ons? Gaan we hem nog een keer zien? Er zitten wel pirouetjes, alleen... Niet hele snelle, zeg maar. Nou, misschien zien jullie hem nog wel. Oeh, ik kan niet wachten. Nou, kijk eens. Die is gaaf. Zelfs even met een skippiebal. Ik weet niet wat... Voor het geval dat hij niet meer wil schaatsen, kan hij al nog skippieballen. Leuk, hè? We gaan naar Mark. Het commentaar op de kuur, ook heel belangrijk. Dat was een goede kuur, maar geen bijzondere kuur voor mij. Je hebt in de spirale 2 mooi developé gedaan. Dat was oké. Daarna de footwork was ook redelijk goed. Niet 100% gelijk met elkaar. En de horror moment van je kuur was de sprong, de toe flip. Een sprong, je gaat naar achter, je gaat op beide benen in de lucht, een heel kort moment, landing op 1 been. Maar je hebt beter gedaan vanmiddag in de repetitie. Oké. Het is een hele moeilijke sprong, Mark. Weet het, weet het is moeilijk, maar goed. Gevaarlijk ook om je eigen aan te zien. Juist vooral ligt die lat zo hoog. Ja, beter gedaan vanmiddag. Ja. Hij kan dat beter doen voor mij. Sita. Ja, dit is de eerste keer dat ik niet hyper word als ik naar je kijk. En ik weet nog niet of dat een compliment is. Daar ben ik eigenlijk niet over uit. Ik denk het wel. Want je laat zien dat je ook heel beheerst en under control kan schaatsen, zeg maar.
En ja, die ene developé, hè? Zeg ik dat goed? Ja, Van Kiek met een developé. Ja, juist. Die vond ik heel mooi, zeg maar, die twee benen synchroon omhoog. En ja, verder doe je weer te gekke dingen en je doet het allemaal goed. En Ellie liften zal niet gaan, maar dat maakt bij jou helemaal niet uit. Want jij compenseert het gewoon door te jumpen. Top! Oké, dankjewel Sita. Mark, ja? Ik heb voor het gezegd. Eind van de curry deed een paar Chinees, een draaien. En voor mij, je moet kijken in de richting waar je gaat en niet naar de partner. Dat is voor mij heel raar om niet te kijken waar je gaat in de Chinees. Kleine tip. Een kleine tip. In de Chinees. Een tip. Afval Chinees. Iets met Chinees. De Chinees. Oh, de Chinees. De draaien. Wel een beetje articuleren, Franse Kaas. We gaan het even terugkijken op video. Laten we doorgaan met de punten. Want Ralf is gewend om tienen te krijgen, maar als ik dit zo hoor, maak ik me zorgen. Mag ik een klein beetje stilte, anders hoor ik de jury niet. Jane. 9. Oké. Okay. Hein. 9. Ook 9. Heel goed, Sita. Ja, ik wou dat ik halve punten kon geven, maar dat kan nou helemaal niet. Ik ga deze week voor een 9. Een 9. Ja. Mark. Ik vind ook dat een 9 genoeg is. Een 9 is genoeg voor deze week, maar ik zie Mark Ralf Glunderen, dus die is blij. Een 9 gemiddeld, Ralf. En Ellie, en met die 9 kom je op een tweede plek onder Jenny te staan. En u weet het, met de punten alleen redden onze sterren het niet vanavond. Dus wilt u Ralf weer terugzien? Bel dan 0909-1353 of sms Ralf naar 4600. En we zien Ralf zo direct ook nog terug samen met Jenny Smit. Hoe bijzonder is dat? Ja, dat is leuk. Dankjewel, Ralf en Ellie!